Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez particulière puisque aujourd'hui je suis au PSC de Dijkgraaf pour rencontrer Edwin van der Raaf et Anne van Dijk. Si vous ne le connaissez pas, Edwin est meneur d'attelage à 4 chevaux au niveau international. C'est parti! Ik ben Mathilde. Welkom. Thanks. Ga je mee? Gaan we even naar de stal kijken. Oké, perfect. Ik ben Edwin van der Raaf en ik doe vierspanrij en ik ben manegehouder op PC de Dijkgraaf met Anne van Dijk samen. Ik ben begonnen met paarden vanuit huis uit, we hadden thuis een stallenhouderij. Toen ben ik naar de Koninklijke Stallen gegaan in Den Haag. En daar heb ik een aantal jaren gereden, heb ik een hoop geleerd. En zodoende ben ik ook vierspan gaan rijden. En daarna zijn we samen de stal begonnen en uiteindelijk hier de manege in Oudorp begonnen. Ik ben Anne van Dijk, ik run deze stal samen met Edwin, waar jullie net mee hebben gesproken. Ik ben eigenlijk meer verantwoordelijk voor het dagelijkse rijlen en zeilen van het bedrijf. Ik zorg ervoor dat de paardrijlessen, dus ik ben meer van de dressuur en de rijlessen. En Edwin is eigenlijk verantwoordelijk voor het mennen. Daarnaast zorg ik dat alles goed geregeld is, de evenementen, eigenlijk alles eromheen. Op stal, dat is echt Edwin's afdeling en ik organiseer de rest. Van huis uit, we zijn thuis, hadden we stalhouderij, dus heb ik in de vakanties veel op de tram gezeten zo. En toen zat ik onder het zadel, reed ik bij de ponyclub. En toen ben ik heel langzaam ook wedstrijden gaan rijden mennen. En dat trok wel, dus zodoende ben ik in het mennen gebleven hangen. Dat was met tweespan Fjorden, die liepen thuis voor de tram en die mocht ik dan het weekend meenemen voor wedstrijd. En zodoende ben ik een beetje in de wedstrijd en toen later zijn het tuigpaarden geworden. Eigenlijk al als heel klein meisje ben ik op de ponyclub gaan rijden. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen en eigenlijk steeds fanatieker geworden. Toen ik ouder werd ben ik ook in de paarden gaan werken. En toen moest ik de keuze maken van ga ik echt nu door in de paarden of ga ik toch eerst een opleiding volgen. Toen heb ik toch gekozen om een opleiding te gaan volgen. Dus toen ben ik in het buitenland hotelschool gaan doen. Maar die paarden, daar was ik mee klaar. En toen ben ik nog gaan studeren. Maar toen dacht ik eigenlijk, ja, die paarden bleven een beetje trekken. En uiteindelijk ben ik op een manegebedrijf terechtgekomen. Daar werd ik bedrijfsleider. En heb ik me toch verder ontwikkeld in de paarden. En uiteindelijk mijn eigen bedrijf gestart. Ja, wij zijn nu een kleine 14 jaar samen, Edwin en ik. En we hebben elkaar inderdaad door de paarden leren kennen. Edwin die mende, die had dressuurpaarden voor de wagen lopen. En hij zocht een stalruiter, die die paarden onder het zadel ging trainen. En dat ben ik zo gaan doen voor hem. En uiteindelijk hebben we elkaar goed leren kennen en kwamen we samen. Ja, ik had natuurlijk een heel goed span vossen. He, daar heb ik mee in het A-kader gezeten en dan zou ik mee naar de beest gaan, naar de wereldruiter spelen. En dat was eigenlijk mijn beste span tot nu toe. Mijn mooiste, ik denk toen de WK in Beest. Toen reden we een hele mooie dressuur, reden we een goede marathon en toen waren we natuurlijk een van de beste Nederlanders. Nee, ik heb gewoon gesolliciteerd en toevallig ben ik daar uitgeloot en toen ben ik bij de koningin gaan werken als koetsier. En ja, daar heb ik heel wat jaartjes gezeten. Ja, tuurlijk is dat bijzonder, want we hebben de bruiloften gehad, we hebben de begrafenissen heb ik gereden. Dus dat zijn toch wel bijzondere dingen, dat gaat nooit meer gebeuren. Ja, het is altijd moeilijk, want er zijn natuurlijk altijd hele bijzondere paarden. Wat wel één is die nog dagelijks eigenlijk in mijn gedachten opkomt, dat is toevallig
een van Edwin zijn oude menpaarden. Dat was Loekie. En Loekie liep in het vierspan, had daar een hele grote rol. En ook heb ik door hem natuurlijk ook Edwin verder leren kennen. Dus ja, die komt, en het was een heerlijk paard, die mis ik nog dagelijks. Nee, wat ik doe, wat doe ik eigenlijk? Ik doe de menlessen. De menlessen, ik doe de deel van de stal, hè, mesten, dus de trainingen doe ik. Dat is een beetje mijn, eigenlijk doe ik niet zoveel. Ja, eigenlijk zorg ik ervoor dat het bedrijf draait. Ik doe eigenlijk alles, dus ik geef veel les, ik organiseer heel veel. Ik zorg dat iedereen bij elkaar blijft. Ik sta achter de bar, ik kook eten. Eigenlijk, we leven eigenlijk hier en we doen eigenlijk alles. Ja. Dat is een beetje afhankelijk per paard. We doen de paarden zowel aangespannen trainen, enkelspan, tweespan en vierspan. En we doen de paarden onder het zadel. En de longe en we hebben eventueel nog de trainingsband en de trilplaat voor de paarden echt in vorm te krijgen. Dat is wat we dagelijks doen. We hebben 7 paarden totaal voor het vierspan. Daarvan nemen we er iedere keer 5 mee. Dus we kunnen eventueel tussen de wedstrijden ook nog iets wisselen. Dus voor de belangrijke wedstrijden nemen we de beste paarden mee. En de andere paarden nemen we in de tussenwedstrijd dat ze weer wat rust krijgen. Dat is een beetje de insteek. Ja, ik heb vroeger als kind heel veel wedstrijden gereden bij de ponies. En toen ben ik op een gegeven moment door mijn studie en zo ook een hele poos gestopt. En ik kreeg wat klachten aan mijn rug, waardoor ik eigenlijk niet meer zoveel reed. Toen ben ik dat uiteindelijk toch weer gaan doen. En toen eigenlijk het hoogtepunt waar ik naartoe heb gewerkt met een paard wat hier nog steeds op stal staat, dat is Jels. Daar had ik het doel gesteld om met haar het zet in te komen. En dat is toen gelukt. Dus en die wedstrijd was tevens ook de laatste wedstrijd die ik echt heb gereden met haar. Omdat ik een ongeluk heb gehad. En nu hoop ik weer binnenkort toch weer te gaan starten. Ja, wat is je droom? Ja, nog zo lang mogelijk vierspan te kunnen rijden. En daarnaast natuurlijk dit jaar is het een beetje een moeilijk jaar geworden wegens de corona. En hopen we dus dat we nog mooi mee kunnen rijden in Valkenswaard. En daar toch een mooie plek te behalen als Nederlander. Het advies is om heel goed je basisopleiding af te ronden. En heel goed te kijken of het leven ook is wat je wil. Nou, dus zorg dat je een opleiding hebt. En ga werken, ga stage lopen, ga proeven, ga alles uitproberen. Want het is heel hard werken, maar het is het mooiste vak wat er is. Maar het stopt nooit, je bent altijd aan het werk. En dat, maar je krijgt er een hele hoop voor terug. Hè? Het enthousiasme van de mensen die je wat kan leren, de kindertjes die je wat kan leren. Maar ook de gezelligheid op zo'n stal en met elkaar. En de liefde, denk ik, dat is nog het allerbelangrijkste wat je van je paarden krijgt en ook terug kan geven. Ja, dat is een hele goeie. Wat is mijn advies? Ja, begin bij het begin, neem les. Ga lekker eerst trainen en doen. Ga kijken wat je leuk vindt en wat bij je past. En daar is, paardenwelzijn is natuurlijk wel een heel belangrijk ding tegenwoordig. Dat is gewoon, daar moeten we ook heel goed rekening mee houden. En dat is ook belang van de sport dat daar goed mee omgegaan wordt. Mijn naam is Joyce Heuting.